Yo. Praten mannen zo? Ja, alle mannen. Yo, jij hebt die serie gezien. Ik praat nooit met mannen, dus geen idee. Welkom bij het kanaal van Action Nederland. Zoals je ziet hebben we een heleboel lekkere dingen voor ons. En we gaan ze allemaal opeten en lekker proeven. Voor als je ons nog niet kent, mijn naam is Christina. En jij kan me kennen van mijn kanaal Christina K. En ik ben Denise Anna. En je kan mij kennen van het YouTube kanaal Denise Anna Vlogs. Wij zijn zojuist naar de winkel geweest. En dit zijn alle spulletjes die wij hebben gehaald. Ik ziet er zo zin in. Ja, het is echt niet normaal. Wat was dat? Ze is zo enthousiast. Ja, maar ik word ook blij van eten. Ja, jij hebt het erger dan ik. Ik word ook blij van eten, maar jij staat echt te springen gewoon. Ja. We hopen dat jullie natuurlijk net zoveel zin hebben in deze video als wij. Doof als je duimpje omhoog en dan gaan we alvast beginnen. En daar zijn wij dan. Yay. Bij de Action. We gaan zo lekker naar binnen om op zoek te gaan naar allerlei lekkere dingen. Waar heb je allemaal zin in? Ja, weet je wat is? Ik heb overal zin in. Ja, ik ook. Ik heb zo overal. Oké, Denise, gaan we even op zoek naar het zoek eten. Naar het voedsel. Yes. Oh, wow, ik wil het net zeggen. Ik heb niet echt zin in. Ja, doe maar erin. Oké, zullen we even iets hartigs bekijken? Want ik heb wel zin in hartig eten. Ja, let's go. Oeh. Noodles. Ja, kijk, dit is precies wat ik bedoel. Ja, ik ook. Ik heb wel zin in noodles. Oeh. Wat is dit? Dat is van die lekkere reven. Ik vind dit altijd heel erg lekker. Ik ken dit niet echt. Oh, Denise, wat zie ik hier? Oh, dit is zo lekker. Heb je deze al eens gehad? Ken ik. Ja, die is super lekker. En we hebben hier nog veel meer eten. Even kijken wat we gaan doen. Want dit is natuurlijk allemaal chips en zo. Ja. Hebben ze nu chips? Ja. Zoals ik al zei, op dit moment heb ik zin in alles. Dus die chips, die warme chocomel. Snap ik. Ja, Chris, weet je, ik heb dus een tip. Om de noedels nog lekker te laten smaken, moet je zomaar water erin doen. Ja. Hoeveel moet je een beetje op gevoel doen? Totdat het allemaal onder water is. Water. Ah, je nou. En nu zet ik er een bord op. Oké, dan ga je dat ook doen. Oké. Oké, dit moet even blijven staan. Zo, ja, ik wil het lekker lang. Ja, doen we even lekker lang. Kan het ook een beetje afkoelen. Ja. En wat zullen we nu gaan proeven? Even drinken inschenken, want ik heb dorst. Ik ook. Oké, wacht. Dit is heet. Au. Hoe doe jij dit? Ik heb hier echt zin in. Ik hou van kokoswater. Ik zo lekker. Wacht, ik kwam even niet lekker uit woorden. Ik hou ook echt van kokoswater. Wacht, dan wacht maar. Het gaat niet goed. Ik hou ook van kokoswater. Proost. De eerste mukbang. Yes, Action mukbang. De eerste. Oh. Mm. Lekker. Ja, heel lekker. Zullen we eens even kijken wat kokoswater kost? Oh, ja. Kokoswater is 1,79 en de noedels 23 cent. Oh, zo goedkoop. Ja, chill. Zo relaxed. Zullen wij met zoet of met hartig beginnen? Ik wil wel iets hartigs. Ja, ik zat al te kijken naar dat. Dit? Nee, de garlic bread. Oh, hey, maar de garlic bread is ook lekker straks met onze soep. Mm. Ja, doen we dat. Oké. Ja. Ja, goeie. Dan gaan we dit nu proberen. Oké. Dit is de hummus chips. Ik ken dit niet. Ik heb dit echt nog nooit eerder gezien. Ik ben heel benieuwd of het echt naar hummus smaakt. Moet dat, maar is het misschien dan een chips om te dopen in de hummus? Of is het echt hummus smaak? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, vind ik eigenlijk ook. Ik wil het voor mezelf ook zeggen. Het ruikt niet naar hummus of zo. Oh, wacht. Zou dit niet gewoon met kikkererwten gemaakt zijn? Dat het daarom... Even ruiken. Het ruikt niet naar hummus, toch? Nee, het ruikt... Maar we moeten het gewoon proeven. Garnalenchips of zo. Lekker, heerlijk. Hoor. Oh, heel lekker. Deze is echt lekker. Ik kan deze hele zak nu opeten. Ik ook. Ik proef je wel garlic. Mm-hmm. Ik ook. Lekker, joh. Hummus. Maar waar is dit van gemaakt? Ja, je ziet kikkererwtenchips. Ah, met nog wat. Maar is het dan gezonde chips, omdat het van kikkererwten is gemaakt? Staat er nog iets op van fat-free of zo? 30% less salted, nee, saturated fat. Wat is saturated fat? Verzuimde vetten. Ik vind het zo lekker. Oh my god. Ja. Nu onze noedels nog aan het wegen zijn, gaan we gewoon lekker verder. Ja. We hebben ook dit meegenomen. Dit heb ik ook nog nooit eerder gezien. Nee. Maar zou het dus precies hetzelfde zijn? Weet ik dus maar niet. Het is wel van hetzelfde merk, maar dit zijn dan de stelletjes. Pombeer. Superstar. Glutenvrij, zonder kunstmatige smaakversterkers. Mmm, smells good. Oh ja, het ruikt wel naar die pomberen. Ja toch? Het ziet er ook echt zo uit. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Leuker dan die beertjes. Dat vind ik ook zo lekker. Mm, heerlijk. Mm. Oh, dat vind ik heel lekker. Deze zijn heel lekker. Maar smaakt het nou precies hetzelfde als die andere? Weet ik niet. Dat weet ik dus ook niet. Er zit iets meer smaak aan ofzo. Die beren zijn meer natuurlijk en dit is iets
iets meer zout, iets meer... Iets, ik weet niet. Ik vind deze echt heel erg lekker. Heel lekker. Oh, ik vind dit heel lekker. Ik wil deze zak ook leeg eten. Ken je dat gevoel? Ja. Dat je op de bank zit en dan voor je weet, dan is hij ineens leeg. Ik Gewoon een lekker serie kijken. Ja. Kijk jij nu series eigenlijk? Nee. Ik heb net een serie uitgekeken. Oh ja? Dus ik moet zo meteen Welke serie? The Stranger. Is echt een aanrader. Echt leuk. Maar volgens mij ken ik die. Eén seizoen is er nog maar. Oh nee, ik ben in de war met Hugh. Heb je Hugh gezien? Nee. Ah, oh, zo leuk. Leuk? Zo leuk. Mm. Ja, ik heb toen een heel seizoen in het vliegtuig gekeken naar Aruba. Vind je dat meer een vrouwenserie? Nee, ik vind het ook voor mannen. Mm. Waarom vraag je dit? Nou, omdat ik voornamelijk vrouwen erover hoor. Ja, maar mannen praten sowieso niet echt over series. Yo, heb jij die serie gezien? Yo. Yo. Praten mannen zo? Ja, alle mannen. Yo, jij hebt die serie gezien? Ik praat nooit met mannen, dus geen... Oh, wat zijn we slecht. We zijn heel flauw. Ah, ik heb weer zin in deze. Zullen we die zo samen eten? Kijken wat het smaakt. Experimenteren. Nee, deze is veel harder dan deze. Dat mensen niet in jou... Oh, nou, we gaan het toch doen. Kan wel. Dat kan. Gek. Maar... Deze kost €1,19. Okay. En deze kost 88 cent, dus dat is echt een koopje. Ik zou deze echt aanraden. Maar die, deze ook. Ik vind die ook zo heel lekker. Ik wil er nog eentje. Ik wil dit. Ik denk dat dit toch wel meer mijn favoriet is. Ja, deze is iets harder. Dit is iets harder. Dit is meer voor bij een borrelplank. Ja, dat je een kaarsje hebt en een worstje en een chipje. Ik ben gewoon aan het borrelen. Gewoon alleen borrel. Oké, we moeten niet misselijk worden, want er is nog zoveel eten. Zullen wij eventjes deze koeken gaan proberen? Welke wil je proeven? Deze wilde je toch? Alle drie? Ja, is goed. Kom maar door. Ja, wacht even. Welke smaak heb jij daar? Ik heb hier sunflower met karamel. Ik heb hier peanuts met karamel. En dit is sesam en peanuts met karamel. Wow. Alles met karamel. Lekker. Lekker? Ja, het ruikt nootachtig. Ja, love. Mm. Wow. Ik vind het altijd super lekker. Heel lekker. Mm-hmm. Heel lekker. Mm. Dit zijn wel van die chille repen om in je auto te laten liggen of in je tas. Ja. Als je een keer trek hebt en je bent ergens. Die... Oh. Heel lekker deze. Deze ook. Ik hou je sowieso van. Maar jij hebt met sesam, hè? Mm-hmm. Mag ik die ook proeven? Mm-hmm. Ik hou ook echt van sesam en dat soort dingen. Ik ook. Mm-hmm. Heel erg. Dit smaakt een beetje naar die pinda-rotjes. Die gesuikerde pinda's? Nee, gesuikerde pinda's, dat is het. Mm, ja, een beetje. Ja, het is zoete pinda, hè? Dan krijg je dat al snel, denk ik. Wacht, dit is met sunflower. Die wil ik eigenlijk ook wel even proeven. Ja, ik hou ook van sunflower. Wow. Hoe lekker. Dit voelt heel anders. Ja? Mmm. Deze niet zo, denk ik. Ik vind die andere lekkerder, wat jij. Ja, dit is ook mijn minst lekkere. Een beetje bitter of zo. Nee, deze vind ik oprecht lekker. Deze neem ik mee naar huis. Neem je dan neem ik deze mee naar huis, lekker. Ik ga hem straks opeten, want we moeten nog zoveel eten. Oh, ga maar lekker door hoor, maar mij niet uit. Trouwens. Ja? Ik heb nog deze. Oh. Arizona Mucho Mango. Maar wil jij deze niet? Nee, ik hou daar niet zo van. Waarom niet? Omdat ik drink gewoon geen frisdrank. Dit is geen frisdrank, dit is... Arizona is toch gewoon ijsthee? Weet ik niet. Volgens mij wel. Wist je dat niet? Nee. Geen idee. Nee, maar dat vind ik nog erger. Dan heb ik liever gewoon een glas cola. Je hebt toch tegenwoordig van die soort waterflessen met een klein smaakje erin? Ja. Vind ik vreselijk. Ja, die vind ik. Maar waarom weer? Vind je niet lekker of vind je het gewoon... Gewoon niet lekker. Oh, oké. Okay. Ik hou daar gewoon niet van. Dan heb ik liever een glas cola. Ja, dan gewoon echt even goed... Oké. Nee, ik vind het hem echt trouwens heel lekker hoor. Maar ik heb wel heel veel zin in mijn noedels. En mijn noedels die zijn echt... Heel dik geworden. Wow! Heb jij een lepel? Oh, je hebt al. Oh, je eet het met een vork? Ik eet dus mijn noedelsoep altijd met een vork. Ik eet het gewoon met een lepel. Ja, dan heb je en de soep en de noedel. Oh ja, maar de soep drink ik dan zo. Oh, dat is niet zo heel charmant voor de video. Oh, ga je slurpen? Zo drinken uit je kom. Ja. Oh ja. Oh! Nee hoor. Erg je maar. Wat erg. Nou, eet smakelijk. Cheers. Mmm. Mmm. Lekker? Ja. Echt chill. Ja, de mijne had nog iets langer gemoeten hoor. Ja, die van mij had iets korter gemoeten. Ja? Hoe kan dat nou? Wat een verschil, maar jij hebt echt gewoon dikke slierten. Jij hebt het niet zo, hè? Nee, niet zo dik. Gek. Maar jij hebt ook een andere smaak, hè? Jij hebt groenten. En ik heb kip.
Ik hou heel erg van noedels. Dit is echt mijn ultieme zondagmiddagmaaltijd. Dit. Nee, dit is mijn ultieme brakmaaltijd. Ja, als ik brak ben, je dan zoveel zin hebt aan zout. Ja, dan moet ik gewoon noedels. Gewoon altijd. Dan is het zo lekker ook. Mm-hmm. Dan is het nog lekkerder. Weet je wat ook lekker is? Kom ik weer met een tip. Dan moet je, zeg maar, noedels. Mm-hmm. Zo, dus dit pakje in een pan doen met water en dan die kruiden. In een pan, dan even laten koken en dan moet je een ei erin breken. En dan roeren en dan gewoon, ja, dat is lekker. Hé, maar hoe dan? Dan heb je dat ei zit er doorheen. Echt heel lekker. Oh, dat ja. Durf ik niet te proberen hoor. Nee, als je brak bent een keer. Ja, oké, ei is dan lekker, ook lekker, joh. Oh, dat is zo lekker. Chill. En vooral om dit in de pan te koken is ook lekker hoor. Ik heb dat dus nog nooit gedaan, want ik denk, ja, lekker makkelijk. Ik pleur het in een bakkie. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Nee, maar in de pan moet je echt een keer proberen. Dat is echt super lekker. Oké, ik zou het doen. Goed, ga je het ook doen? Ik ben benieuwd wie het gaat doen. Oh. Meid, geef eens ook een lepel aan mij. Wil jij een lepel? Ja, ik wil Waarom? Een lepel. Hé, hey, wat is het een leuke kleur? Ja, het is oranje. Ja. Dat vind ik leuk. Ja, want ik wil niet slurpen in deze video. Ik wil enigszins een beetje netjes eten. Dat is al mislukt. Dat is al mislukt. Maar je zit te bunkeren gewoon. Ja, maar oprecht. Koop je eigenlijk vaak eten bij Action? Oeh, goeie vraag, maar nee, ik weet niet, in mijn hoofd, ik weet niet waarom, maar in mijn hoofd heeft Action niet veel eten of zo. Maar nu, als ik nu zo om me heen keek, ook in die schappen, dan is het echt is wel veel. Veel, toch? Ja, maar ik ga nooit met gedachten naar de Action ook even eten halen. Ik ga altijd met gedachten... Ik kijk eetafdeling. Ja? Mm-hmm. Ja, maar jij, ja, eten is leven van jou. Ja, maar dat is oprecht. Ja, hè? Dat is echt zo. Maar toen ik laatst jarig was, dat is mm-hmm. trouwens echt al bijna 2 jaar geleden dat ik dat heb gedaan. Maar toen ging ik naar de Action mm-hmm. en heb ik daar allemaal borrelhapjes in geslagen. Oh ja. Dat was veel goedkoper uit. Dat mm. was echt super chill. Ja, klopt. Dit is dus inderdaad wel goedkoper. Ja, echt. Dat vind ik wel echt heel chill. Ja, het moet even in mijn systeem komen. Ik denk altijd als ik aan Action denk, denk ik aan woonaccessoires en beauty dingetjes en zo. Mm. Maar nooit echt aan eten. Oh ja. Oh, en ik heb een tijdje, ik weet niet of ze dat nog steeds bij Action hebben, maar ze hebben het in ieder geval heel erg lang gehad. Nou. Notenpasta. Je hebt toch pindakaas, mm-hmm. maar je hebt ook notenpasta. Mm-hmm. En die vond ik daar dus. En die was zo lekker. Die ja? kocht ik altijd. Oh. Dus was ik ook de enige bij mijn Action die dat kocht. Maar ik zag altijd dezelfde hoeveelheid. En als ik dan eentje meenam, dan... Dan was die gewoon precies, een week lang precies zo, ja, zeg maar. Ja, precies zo, ja. Oh, ja. Maar ik vond die heel erg lekker. Oh, grappig. Nou, ik moet trouwens zeggen, als je een feestje of zo hebt, dan vond ik dat snoep wel heel erg leuk. Bijvoorbeeld zo'n snoeppizza of zo. Oh, ja. Om dat ja. dan neer te leggen, gewoon. Ik vind snoep grapje. Bij de Action sowieso heel erg leuk. Ik vind het leuk dat zij soort van gekke dingen uit het buitenland hebben. Mm-hmm. Dat vind ik echt leuk. Ja, dat snoep vind je niet bijvoorbeeld in de normale supermarkt of zo. Ja. Dat vind ik leuk. Ja hoor. En noedels. Ik ga bij deze ook de noedels er halen. Het is echt lekker, maar ik zit echt te kijken van hoe kan het dat u zoveel knoei? Ja, ik ook hoor. Ja, het ligt niet aan jou deze keer. Oh, we hebben een garlic bread! Hoe zijn we het vergeten? Ja, je was helemaal gewoon... Daar zijn wij. Oh, dit is zo lekker. Dit is oprecht zo lekker. Maar dit heb ik bijvoorbeeld toen ook gekocht voor mijn verjaardagsborrel. Ah. En dat is echt zo chill. Ja, nee, ik had hem bij de borrel, de vrijdagmiddagborrel. Oh, heerlijk. Het ziet er zo lekker uit. Het is zo lekker. Het is gewoon zo lekker. Gewoon zo'n soort stokbroodkontje is het. Ja. Oh, lekker dit. Het is zo lekker crunchy. Mm, heerlijk. Dit is denk ik ook gewoon lekker met tomatensoep of zo. Om erin te doppen. Om erin te leggen. Ja. Mm-hmm. Ja, met knoflook en peterselie. Dit is heel chill. Ja. Oh mijn god, deze is maar 89 cent. Wist nee, echt? Ja. Wow. Ik neem er nog één. Ja. Zo neem er nog lekker. 6. Oh, ik ga dit echt... Oh, heerlijk. Maar ik ben gewoon echt een hartig persoon. Ik hou van hartig eten. Ik wou net zeggen, ben jij meer hartig? Ja, veel. Echt totaal hartig. Ja? Jij? Jij bent ook gewoon snoep... Je hebt een beetje van alles, hè? Mhm. Ja. Ik kan me overal mee blij maken. Als het maar te eten is. Ja. Maar oprecht. Als jij kookt, kook jij heel uitgebreid? Nee. Jij? Nee. Oh. Nee, ik kan niet koken. Kan jij koken? Jouw Insta-story is altijd over ja, koken. Ja, echt heel erg. Oh mijn god, maar hoe vaak bestel jij wel niet? Ja, ik denk wel echt 3 keer per week. Zo één nog in het weekend. En dan heel vaak nog op de dinsdag. En dan een keer op de donderdag, want dan is het, ook, ja, is het eten alweer op. Ja, dat is echt heel erg. Maar ja, oh, lekker. Dat is duur! Mm-hmm. Maar ja, ik geef dan weer geen geld uit aan
groenten? Nee, boodschappen. Dat klopt. Die doe ik dan niet. Ja, het is ook heel heftig hoor. Ja. Maar gewoon lui en ik kan gewoon niet koken. Dit heb ik echt kan nodig. Kan jouw vriend koken? Nee. Oh, wat een stel zijn jullie. Ja, dus daar ga je. Daar gaat het mis. Kom een keer op kookcursus bij mij. Kan jij goed koken dan? Ik kan wel prima koken, ja. Maar wat is jouw beste recept? Kijk, daar gaan we al. Oh. Nou, kom maar op. Kijk, misschien is dat het ook. Ik hou gewoon heel erg van simpel eten. Dus voor mij hoeft het niet gek gekruid of iets. Ik wil gewoon simpel eten. Ja? En daarom kook ik ook zo vaak. Want ik eet gewoon vaak simpel. Maar ja, gisteren hebben we... Maar wat is simpel voor jou? Gewoon broccoli koken. Klaar. Nou, broccoli koken en dan doe ik het meestal nog even in de oven, want dat vind ik dan wel weer lekkerder. Of ik maak iets van zo'n soort wok dingetje met spruiten, champignons, rode ui of zo en een beetje sojasaus. Met zo'n vega schnitzel erbij en dat is dan al mijn maaltijd. Dus het is niet uitgebreid of zo, maar ik vind het wel chill en lekker. Gezond. Ja, oh ja. Ja, ik denk dat ik ook wel een beetje dan zo kook. Ja, ik heb echt maar drie gerechten of zo. Zalm met groente, wokgroente en wat doe ik erbij? Quinoa. Oh ja, maar dat is toch prima? Maar dat eet ik elke week. Oh ja. Op de maandag en de... En dan heb ik ook nog... Menno, die maakt dan mijn vriend, die maakt dan pasta. Dus met voorgesneden groenten, beetje saus en pasta. Oh, dat is ook echt eten wij dan ook op die simpel. Andere twee dagen. En de rest is bestellen. Of mijn moeder, die maakt dan extra. En dat vries je dan in en dan mogen wij een bakje mee naar huis. Oh mijn god, maar jullie zouden gewoon prima gewoon maaltijden kunnen voorbereiden, maar jullie hebben gewoon geen zin. Ja, dat is het ook. Ja. Ik vind het wel zo eerlijk van je dat je daarvoor uitkomt. Ja, daar kom ik dan weer, ja, zo ben ik dan ook wel weer. Nee, maar weet je wat het is? Dan is het 7 uur 's avonds en dan heb je echt honger. Gewoon dat je denkt, oh, ik heb zoveel trek. Dan denk je, ja, ik kan niet nu nog boodschappen doen en gaan koken en alles. Dan bel ik nu even thuis bezorgd van, yo, doe mij een pizza of iets, een salade, dat doe ik ook. Oh, ja, zo. Salade, €10, maar dan heb je ook wel wat. Nee, dat is niet normaal. Weet je waar ik aan zat te denken? Hoe zou het smaken om zo'n ding hierin te doen? Ja, ik ben een beetje van het combineren, merk ik. Ik wou net zeggen, probeer het even lekker uit. Ik ben eigenlijk wel toe aan snoep. Oh, echt? Ja. Oh, yes. Gaat maar hoor. Ja, nee. Is het lekker te eten en te kletsen? Lekker te eten en te kletsen. En ik zit alleen maar naar die donuts te kijken. Mm. Ja, ik zag het in de winkel en ik denk, dat moet ik gewoon proberen. Ik lust geen donuts, dus ja. Maar dat zou waarschijnlijk iets heel anders dan normale standaard donuts zijn, hoor. Ik moet ook zeggen, ik kijk er ook naar van... Zal ik dat doen? Zal ik alvast een plankje voor ons voorbereiden? Ja, doe jij dat maar. Want het ziet er lekker uit. Ik ga echt een heel mooi plankje maken. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat doen. Hey, maar dit lijkt niet op donuts, maar meer op cake. Ronde cakejes. Ja, hè? Ja. Oh, lekker. Oh, kijk dan. Jij bent echt een kind in een snoepwinkel. Zo blij. Doe ze erin, in die rondjes. Oh, ik kan mezelf bijna niet bedwingen om dit niet in mijn mond te stoppen. Ja, weet je dat? Ja, wat grappig. Echt zo. Nou, meid, dit wordt echt super mooi. Wacht, we hebben hier 2 lagen, maar dat krijgen we toch niet op. Dit neem ik mee naar huis. Neem je dat mee naar huis? Ja, want we krijgen het toch niet op. Dit misschien wel. Die schaal? Ja. Nee, denk ik niet. Er liggen 6. Donuts. Oké, dat krijgen we niet. We hebben net al heel... Nee, dit niet hoor. Willen wij nog als chocomel erbij als toetje? Dit is toch een toetje? Ja, of is dit de koffie na de maaltijd? Ik vind je nog een kopje koffie? Ja, doe maar chocomel. Toch als jij het eten gaat. Laten we het maken. Ja, wel? Ja, ja, ja. Gaan we doen. Oké. Okay. Welke kleuren hebben ze? Oh, roze. Roze en geel. Dat is wel echt leuk. Maar ik weet niet hoe ik dit wil doen. Doe maar, in mijn hoofd was het veel mooier. Het wordt hartstikke mooi, Chris. Oh. Ah. Kijk en ruiken. Oh ja. Dit zijn mooi oranje. Het ruikt naar die... Oh, maar dit is leuk. Ik moet zeggen, mijn talenten die hebben mij een beetje in de steek gelaten. Ik vind mijn wortel niet zo heel mooi geworden. Ja, ik... Pas op dat het niet valt. Ja, nee, ik wou net zeggen. Nou. Ik laat zien wat we hier allemaal op hebben. Oh ja. Die Smarties die kosten dus 99 cent per zakje. Aha. Deze kleine koekjes, die waren 1,99. Oh. En de donuts die kosten 99 cent. Dus ik stel voor dat we lekker daarmee gaan beginnen. Wat denk jij? Ik denk het ook. Oh, wacht, die chocomel. Oh ja, zo is chocomel. Chocomel. Hoe maak je dit? Is het eerst water dan poeder of poeder dan water? Het is toch eerst altijd poeder dan water? Wat zeg je voor iets geks? Juist dat zo? Ja? Hey, hoeveel van die zakjes zitten erin? 10. En het kost 1,39, dus dat is echt een goede prijs. Oh ja, zeker. Het ruikt heel lekker. Mm-hmm.
Echt heel erg lekker. Oké, zullen we het proberen? Ja. Kijk, hij is aan de onderkant ook met chocola bedekt. Het is net meer een cakeje het dan een donut. Het is een cakeje, het is geen donut, ja. Aan de binnenkant is er ook nog chocola. Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik vind deze echt heel erg lekker. Ja, maar dat heb ik door. Ja. Heel chill. Mm-hmm. Ben jij al misselijk? Mm-mm. Nee, ik ook niet. Ik kan best wel veel hebben hoor. Ja, nou ik, nou ja. Nou. Ik moet, maar ik ga helemaal prima. We eten wel heel veel dingen door elkaar natuurlijk. Dus ik denk maar over een half uurtje als wij denken, oh mijn god, ik eet nooit meer. Dat is altijd zo naar mijn bank trouwens. Denk je dat ook altijd? Ik bestel het nooit meer en ik eet nooit meer zoveel. Met, vooral en met sushi mukbang. Dan ben ik klaar met filmen en dan met eten. En denk ik, oh ik hoef nooit meer sushi. Zullen we dat koekje proberen? Je hebt gewoon normaal koekje aan de onderkant. En dan zit een soort van iets van een schuimlaag. Met van die sprinkels eroverheen. Dit ga ik echt fantastisch vinden. Ik vind weet het heel al. Goor. Dat weet je helemaal niet. Ja. Nee? Dit vind ik dus zo lekker. Ja? Mm. Maar wat is er lekker? Gewoon die squishiness. Ja? Wat wil jij nog eten? Ja, ik wil gewoon die pombeerchips nog wel. En dan die... Hier. Dan eet ik dit op. Ja. Wat ga je doen de komende tijd? Heb je nog iets leuks? Ja, ik heb heel wat leuks op de planning. Wintersport. Ja. Doe je dat elk jaar? Nee. Nou ja, vroeger wel, maar we zijn nu 4 jaar niet meer geweest. Want we gaan nu vaak in januari naar de zon. Lekker. Maar nu ga ik met collega's naar Oostenrijk. Oh, leuk. Ja, echt zin in. Maar gaan jullie ook echt sporten? Ja, en skiën. Oh ja, sorry. Ja, maar... ik ga op de loopband en cross trainer. Nee, oké, skiën. Mm-hmm. Maar ik zit al, zeg maar, als mensen zeggen ik ga lekker naar wintersport, dan zit ik alleen maar te denken aan après ski, weet je wel. Ja, dat is inderdaad skiën en dan après ski. Ja, dat is ja. Van chillen. En daar lijkt het me ook heel erg leuk, want vroeger leek het me dus echt vreselijk om op wintersport te gaan. Ik ben trouwens nooit op wintersport geweest. Oké. Mm-hmm. Maar nu heb ik zoiets van, lijkt me zo mooi tussen de bergen en sneeuw en zo après ski. Mooi. Ja, lekker die frisse lucht in die berg. Ja, het is mooi ook om te zien allemaal. Ski is echt leuk. En après-ski, ja, dat is helemaal leuk. Maar heb jij nog leuke plannen? Laat me even denken. Rustig aan. Nee. Wat een leuk leven heb jij. Nee, wacht, ik zit echt even te denken hoor. Deze maand staat letterlijk zowat niks op de planning bij mij. Hey, ik begin langzamerhand wel vol te raken, jij? Dat is echt precies wat ik net dacht. Ik vond het echt fantastisch. Ik vond het ook echt super leuk om dit te doen. Ik ben helemaal blij. Dit mogen we absoluut vaker doen. Ja, wekelijks. Wekelijks. Zijn wel 10 kilo zwaarder na een maand, denk ik al. Dus dat laat even... Details. Ja. Laat even in de comments weten wat jij het lekkerste vond eruit zien. En wat je misschien straks even gaat ophalen bij de Action om te proeven. Ja, inderdaad. Heel benieuwd naar. En vond je nou een leuke video? Doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Doei! Doei.